initiatief dat mij het meest raakt is Arnhem voor Vluchtelingen. Wat de Arnhemmers hebben gedaan met Arnhem voor Vluchtelingen is mensen een buddy geven. Dus een Arnhemmer helpt een vluchteling met leuke dingen doen, wegwijs maken in de Nederlandse samenleving. Ze komen op bezoek bij feestjes, ze leren steeds meer Nederlanders kennen. En pas dan voel je je natuurlijk thuis in een ander land. En volgens mij is de overheid daar nog niet zo ver in. En dat is heel kwalijk, want als dat niet goed gebeurt, dan hebben we later weer een probleem wanneer een hele grote groep mensen zich niet thuis voelt in dit land. En ook geen connectie heeft met de mensen in dat land. En kennelijk is het moeilijker voor een overheid of gemeente of COA om daarin bij te dragen. En het feit dat burgers dat moeten doen, vind ik nogal kwetsbaar. Het is mij opgevallen tijdens het filmen en volgen van de verschillende burgerinitiatieven het afgelopen jaar. Dat het aan de ene kant heel mooi is om te zien dat gewone mensen het heft in eigen hand nemen en iets gaan doen voor de ander. Maar tegelijkertijd is het heel kwetsbaar. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat die ene persoon of dat kleine groepje mensen na een tijdje het graag wil overdragen aan een ander. En daar gaat het misschien al niet goed. Want het leunt zo zwaar op de activiteit en de energie en de ideeën van die ene persoon of dat kleine groepje, dat het gemakkelijk weer om kan vallen. En dan is er helemaal niets wat het opvangt. En een gemeente of een overheid, die maakt geen onderscheid. Dus die is dan voor iedereen. En een burgerinitiatief zou op die manier iets te veel de leukste mensen alleen maar helpen. Ik ben bang dat dat inderdaad dan zo zou kunnen gaan. Dus ik denk juist dat een burgerinitiatief een mooie inspiratie is voor de gemeente of de overheid om iets ook te gaan doen. Om te zien hoe het ook kan. En daar vervolgens dan in bijspringt, faciliteert, maar ook ondersteunt, zodat een burgerinitiatief duurzaam kan zijn. Ik probeer altijd iedere dag minstens 3 goede dingen te doen. Bijvoorbeeld als er een blikje Red Bull op de grond slingert buiten, dan neem ik die mee tot ik een vuilnisbak zie. Daarnaast heb ik ook nog een Syrisch gezin dat ik help met wegwijs maken in Nederland.